De titel van mijn column is Marieken. We zijn allemaal wel eens Marieke. Aldus dichteres, zangeres Marjolein Pieks in de Gelderlander, naar aanleiding van het verschijnen van het prachtige lees- en luisterboek over Marieke van Nimwegen. Iedereen gaat wel eens met verkeerde mee of laat zich beïnvloeden door foute mensen. Het gaat over de weg kwijtraken en jezelf weer terugvinden. Dat zijn wijze woorden om wat vaker bij stil te staan. Marieke was 7 jaar de weg kwijt eer ze zich weer terugvond. Een behapbare periode. De wijkraad Hazekamp daarentegen is al ruim 20 jaar de weg kwijt en het ziet er niet naar uit dat de weg binnenkort wordt teruggevonden. In ieder geval niet als het aan hun vertegenwoordigster ligt. Zij is namelijk allesbehalve een Marieke. Na 20 jaar procederen en verzet van de wijkraad tegen de verhuizing van Albert Heijn naar het terrein van Smit Draat aan de Groene Straat, heeft de Raad van State definitief groen licht gegeven voor de nieuwbouw. Je zou mogen veronderstellen dat deze uitspraak van de hoogste bestuursrechter van ons land leidt tot deemoedig buigen van het hoofd. Niets is minder waar. De woordvoerster van de wijkraad verklaart bloedserieus in de Gelderlander dat ze naar de Nationale Ombudsman gaat om de gemeente Nijmegen aan te klagen over het grote onrecht dat de wijk wordt aangedaan. Doe maar. Het zou me niets verbazen als ze daarna ook nog naar het Europees Hof voor de rechten van de Hazekamp mens stapt. Zo ziet haar wereldbeeld er blijkbaar uit. Als ik de Nationale Ombudsman was, zou ik het wel weten. Ogenblikkelijk de bonuskaart van Albert Heijn inleveren en voortaan te voet voor de boodschappen naar de Co-op aan de Steenbokstraat, want die krijgt het ook al moeilijk. Principes vragen zo hun offers, mevrouw. Maar zover zullen haar principes wel niet gaan. Het doet me denken aan een raadslid dat falikant tegen de bouw van het lichtroze flatgebouw was dat begin 90er jaren aan de Muldersweg is gebouwd. Die flat ligt pal naast de spoorlijn richting Dukenburg. Ondanks zijn tegenstem werd de flat toch gebouwd. En wat dacht je wat? Hij was een van de eerste bewoners van de flat. Dit onder het motto, hij staat er nu toch. Intussen is de formatie van een nieuw college in Nijmegen nog niet afgerond. Hans van Hooft van de SP begon ineens te praten als een voetbaltrainer. Hij verklaarde in Gelderlander uit te gaan van een 2-2-2 systeem, daar waar GroenLinks als grootste partij uitgaat van een 3-2-1 systeem. Bij NEC wordt ook altijd over systemen gesproken. Dat leidt vooralsnog niet tot rechtstreekse promotie. Mocht de na-competitie ook niks opleveren, dan zal de trainer het weer wel gedaan hebben en eruit gebonjourd worden. In dat geval adviseer ik de directie van NEC eens te kijken naar het succes van de Nederlandse Leeuwinnen. Die hebben een vrouwelijke trainer. Dat is iets voor NEC. Getraind worden door een Marieke.